Edwin, ja, ik ben opgegroeid in Twente, dus dit zijn knippiesmutsen, dat weet ik. Ja. En ik bedacht me net, dat is helemaal niet waar, maar dat bedacht jij net. Maar dit is ons eerste echte textielonderwerp. Ja, klopt. We hebben mensen gehad die met textiel te maken hebben, apparaten, ja, machines. Van alles in de textielindustrie. Nee, klopt. Ze droegen tot 1945. Hè, dus toch, dat, tot de metaloor. Ja, toen waren nog, je kunt ook foto's vinden van mensen die toen nog wel in kleren droegen en zo. Ja. Het verhaal begint eigenlijk bij de Franse tijd. En dan heb je het over 1805, 1810. Toen een bepaald type mutsjes bij de Fransen in de mode waren. Nou, dat waren dit type mutsjes. Ik heb er een paar van gevonden. Ze zijn niet uit de Franse tijd hoor, maar het zijn cornetmutsen. En die waren in zo rond 1810, was dit type muts, was dit in de mode in Frankrijk. Dit is één cornetmuts. Ja. Nou, en wat gebeurt er dan? Dan wordt, net als nu eigenlijk, de mode wordt overgenomen vanuit Frankrijk. En dan krijg je dus dat iets later, dat eerste stedelijke bevolking, die gaat ook van dat soort mutsjes dragen. Hè, die volgt de mode vanuit Frankrijk, die gaan dit soort mutsjes dragen. En op een gegeven moment dan komt er een nieuwe mode en dan verdwijnt dit weer. Maar de agrarische bevolking, dus de boeren en boerinnen, ja, Twente, eigenlijk heel Nederland. Ja. Heel Nederland werd dit als mode gedragen. Ja, dan heb je het over 1840, 1850. Mm-hmm. Dan heb je het dus over 150, 170 jaar geleden. Dat is eigenlijk niet heel erg lang geleden. Kwam dit bij de boerenbevolking in de mode en werd eigenlijk onderdeel van de streekdracht. Maar in heel veel gebieden van Nederland. Niet alleen in Twente, ook in andere gebieden. Brabant, Twente. Ja, zo links en rechts wat plukjes waar dit soort mutsjes in de mode kwamen. En je zag een soort verschijnsel van dat dit soort mutsjes, dat die kregen een steeds langere achterkant en een soort, ja, dit, kijk, want je ziet heel duidelijk, dit is nog hetzelfde als die knipmuts, hè? Ja, feitelijk wel, hè? Ja. Ik hoor jou twee dingen zeggen. Ja. En dit is een deceptie. Ja. Voor iedereen die rechtgaard tukker is, moet die, dit... Die denkt van, we lopen sinds de Romeinse tijd lopen er voorbij. Dat ja, is, en dat, nee, is, dat is Twents. Maar het is A, Frans, daar begon het. Ja, precies. En het is B, niet alleen Twente, maar er waren veel meer plekken in Nederland waar dit soort mutsjes en later dit soort mutsen gedragen werden. Ja, klopt. Want de techniek... Hè, waarom je zegt even, dat klopt. Dit moeten we even bestellen. Ja. Het is de ontkrachting van een Twents icoon. Dat is ongeveer net zoiets zeggen als dat de klomp niet Nederlands is. Wat waarschijnlijk ook zo is trouwens. Maar dat zou ook zo goed kunnen. Ja. Nee, maar dat... Het is dus niet Twents? Nee. Waarom denken wij dat dit Twents is dan? Dat weet ik niet. Ja, vanwege de volksstandsgroepen die optreden. En, dat is helemaal niet leuk, zo moet je zeggen. Nee, het is wel onderdeel geworden van een streekdag, maar het is echt niet heel traditioneel. Het komt echt uit een Franse modeartikel, wat dan geaccepteerd wordt. Maar wat zich hier wel ontwikkeld heeft tot weer een soort van eigen vorm, hè? Want ik bedoel, die sluier, je hebt hier een klein beetje zo'n ruche langs. Ja. Maar dat was hier niet. Hier heb je een paar. Hoeveel hebben jullie van die dingen, joh? Meer dan 100. Volgens mij staan er hier 75 of zo. En dan hebben we er nog iets van 25, 30 in de depot liggen. Waaronder deze. Nou, je ziet er hier eentje hè, met zo'n kort voorkantje en dit. Maar wel deze lange achterkant. Ja. Hier zie je met veel van inkering. Nou, daar komt ook de naam knipmuts vandaan. Want je had een soort stomp dingetje nodig, steltang, om die knippen erin te plooien krijgen. Erin te plooien erin te krijgen. Dus je werd erin geknipt, zeg maar. Ja, bij wijze van spreken met een soort stomptangetje. En je voelt het nog, hè? Het ding is heel... Het is heel stijf. Ja, het is van stijfsel maakt ze dat. Het moest gebleekt worden met stijfsel. Ja. En ik heb ook gelezen dat ze liepen er al mee buiten met die knipmutsen. En zodra er een regenbui kwam, dan moesten ze naar binnen toe. Want anders had je zo'n slappe muts op ineens. Het is ook eigenlijk wel heel kunstig gemaakt. Hier onderin zagen we al net al een soort van hoe je dan ik weet niet hoe je dat moet noemen, joh, maar hoe je die rand maakt. Ja, die voorrand, ja. Maar het is bovenrand. Echt heel kunstig. Het is heel, heel, heel mooi gemaakt. Maar eigenlijk, was het dan zo dat eigenlijk alle vrouwen dit droegen? Zo'n beetje wel? Nee. Dit was ook gewoon een soort zondagsgedrag. Zondagsgedrag. Het was natuurlijk wel zo dat vroeger was je hadden alle nette mensen die hadden een hoofddeksel.
mannen hadden altijd een pet, ja. Vrouwen hadden altijd een hoofddoek. Of de arbeiders hadden een pet en heren hadden een hoed, toch? Ja, ja, precies. Ja. Ja, ja, dus het was, je was echt een onbeschaafd mens als je zonder hoofddeksel kwam. Ja. Dus dat is wel... men had altijd wel iets op het hoofd. Ja. Maar dit was wel meer voor een zondag. Het zegt al genoeg van dat als je in een regenbui komt... Het is natuurlijk heel mooi wit. En vroeger was het toch lastiger om wit te houden. Ja. Dus je hield dit wel voor luxere gelegenheden. Ja. Ja. Na 1945 werd hij eigenlijk nauwelijks meer gedragen. Ja. En in de jaren 80 was er in Rijssen nog één mevrouw, mejuffrouw Dannenberg, las ik in de... Dannenberg. Ja, ja. Die las ik in de... dat was de laatste mevrouw die ze ook echt kon maken. En die heeft dat nog een tijdje dat ze niet gemaakt, maar wel gerepareerd heeft. En die heeft wel haar kennis nog overgedragen aan een aantal mensen. Dus die heeft een aantal dames nog opgeleid dat ze konden maken of repareren. Maar die mevrouw is overleden, dus het laatste knippenmutsen... Een makeres die is in de jaren 80 overleden, volgens mij. Ja. Dus daarmee werd het een echt museumstuk. Ja. Ja. Vandaar hier. Nou, we hebben een mythe ontkracht. Niks Twents aan. Ja. Maar ook het verhaal achter die knippiesmuts. Ja. Zondagse muts. Met een laatste der Mohikanen in Rijssen die ze nog maakte destijds. Jaren 80. Ja. Jeetje. Dankjewel. Graag gedaan.